Het Cultureel Centrum Suriname, CCS, heeft donderdag The American Corner op de begane grond van het gebouw heropend. Sinds 2005 was de corner op de eerste verdieping van de bibliotheek gevestigd. Er is een memorandum of understanding getekend tussen het CCS en de Amerikaanse ambassade voor het continueren van de samenwerking. Volgens Nadia Becker, directeur van het CCS, was de Amerikaanse hoek eenzaam op de eerste verdieping. Ze zegt dat alle activiteiten die met lezen te maken hebben, beneden plaatsvinden. CCS heeft voor de begane grond gekozen omdat het ook makkelijker is en toegankelijker voor het publiek. Ed Nolan, ambassadeur van de Verenigde Staten, zei dat de plannen om de American Corner naar de begane grond te verhuizen 2 jaar geleden zijn gemaakt. De ambassadeur is blij dat het nu zover is. Hij hoopt dat de samenleving goed gebruik zal maken van de vernieuwde corner.